kanaal. We zitten in november, dus dat is weer tijd voor een Primark shoplog. Ik ben dit keer bij een minder grote Primark geweest. Het zorgt er voor mij ook voor dat ik minder koop. Dure maanden zijn dit. Sinterklaas, kerst, verjaardag van mijn kinderen. Black Friday komt eraan. Dan ben ik echt, er zijn zoveel dingen die ik nog wil kopen. Dus die, ik spaar mijn geld een beetje op voor Black Friday. Maar toch een shoplog van de Primark. Het eerste wat ik jullie wil laten zien is deze blazer dress. Hier was ik al een tijdje naar op zoek. Ik had hem ook in andere winkels gevonden. Maar daar waren ze wel heel erg kort. Dan komen ze ongeveer een kwart op je bovenbenen. Nou ben ik 1,60. Dus dan is het voor de gemiddelde Nederlandse vrouw. Komen ze dan net voorbij je lies of iets dergelijks. Ja, dat noem ik geen dress. Want dan moet je er altijd iets onder dragen. Maar een dress is het juist dat je er niets meer onder hoeft te dragen. Drie sierlijke knopen zitten erop. Ik ben een maatje omhoog gegaan. Normaal heb ik 34, maar daar leek ik net een worst in. Dat was echt verschrikkelijk om te zien. Dus heb ik maat 36 genomen. Hier zie je dan de split. De mouwen zijn iets langer dan half lang. Maar ze, dus ja, tussen je ellebogen en je polsen in ongeveer. Ja, hier ben ik gewoon mega blij mee. Dit kan ik ook leuk op kantoor dragen. Op kantoor zal ik het dan dragen met laarzen die onder mijn knie vallen. En in mijn vrije tijd kan ik het dragen. En dan kan ik bijvoorbeeld high knee boots aan doen. Maar die draag ik niet op kantoor. Voor 20 euro. En ja, zoals ik al zei, let even op de maat. Want ze vallen klein. Het volgende item wat ik heb gekocht is deze badjas. En hier ben ik zo blij mee. Hij is zo lekker zacht. Ze noemden het badjas kort. Nou is kort nog wel ongeveer op de helft van je bovenbenen. Maar minder lang als de traditionele badjassen die ze vaak hebben. En hij was maar een tientje. En hij is lekker zacht van binnen. Omdat je zachte vliesvoering. Maar hij is niet zo heel dik. En ik vind het gewoon lekker 's morgens. Dat, als ik wakker word, dan ga ik eerst de katten beneden eten geven. Dan doe ik dit eventjes snel aan. Of als de kinderen wakker zijn, dan ga ik even naar ze toe. Dan heb ik toch iets lekker warms om aan te trekken. En ik vond deze kleur heel mooi. Ze hadden in verschillende. Ze hadden ook, deze was dan 10 euro. Maar ze hadden ook met sterretjes erop geborduurd. En dat vond ik ook heel erg leuk. Maar waren 16 euro. Wat ik het leuke vind aan deze is dat de kleur vind ik heel neutraal. Dat is beige met roomwit. En dan golvend motief erop. En het zit gewoon heerlijk. Ik heb een extra small genomen. Maar ze zijn oversized. Dus die valt altijd goed. Ik kan er nog een dikke trui onder of iets dergelijks. Maar heerlijk. En na de badjas is het tijd voor een pyjama. In een van mijn vorige Primark shopvlogs heb ik jullie een luipaardprint pyjama laten zien. Die was met korte mouwen. En deze is met lange mouwen. Dus uitermate geschikt voor de winter. Wat ik leuk in deze kleur vind is, hij is iets lichter dan de vorige. Dus ze zijn wel echt verschillend. Behalve dat ze korte of lange mouwen hebben. Ik heb mijn 34, 36 genomen. Het zit nog wijd, want ze zijn oversized. Ja, en ik zag deze hangen en denk, deze moet ik dan ook weer hebben. Eigenlijk zou ik het leuk vinden als ze ook nog een zebra print doen. Dat lijkt me ook gewoon leuk, zwart-wit pyjama. En dit, ja, het is satijnachtig stofje. En hij valt gewoon losjes. En dat was 16 euro. Het volgende item is dit rokje. Deze vind ik chic ogen. Het is maat 34 en 13 euro. En ja, dit vind ik gewoon leuk zijn op een zwarte kool. Zwarte maillot of panty. Wat dikkere panty eronder, want hij is kort. Dus ik wil niet dat mensen van alles eronder kunnen zien. En ja, is ook leuk voor de kerst. Hij is zwart met rode streep en ja, een beetje roomwit beige streepachtig. En je kunt hem openmaken met een rits. En het model is, hij moet natuurlijk aangesloten zitten, maar ze hadden nog een rokje in het roze en die was wat strakker. Strakker model dan dit was. Dit loopt toch, zoals je ziet, loopt toch iets uit. Dan heb ik nog een pyjama gekocht. Dat is deze. Dus weer zo'n setje met, heb ik er al meer van, maar ik vond deze kleur gewoon heel leuk. Met het paars cyclame. En de broek vind ik een mooi motief hebben met goudstiksels er ook nog in. Het was 7 euro, ik heb hem in maat extra small gekocht.
En hier hadden ze heel veel soorten pyjama's van. Ze hadden nog veel meer motieven, maar ik heb er al een aantal van. Maar dit zijn altijd van die fijne dingetjes. Ik heb van vorig jaar heb ik ze ook nog. Die heb ik al zo vaak gewassen, maar die blijven mooi, worden niet vaal. Dus voor 7 euro heb je best goede kwaliteit. Dan heb ik ook nog een jacking gekocht. Een jacking, voor degenen die er niet helemaal bekend mee zijn. Dat is eigenlijk een legging van een spijkerstof. Dus er zitten geen knopen in. Het is eigenlijk precies een legging. Ze hebben hier dan wel voor de sier. Terwijl er geen zakken in zitten, hebben ze dan drukknoopjes opgemaakt. Net of er wel zakken in zitten. En aan de achterkant zitten er trouwens wel zakken. Deze vind ik gewoon altijd makkelijk onder een trui. Of kan ook bijvoorbeeld bij laarzen, dat je dit als een soort legging gebruikt. Die is toch wat dikker, wat steviger, wat warmer. Maat 34 heb ik gekocht en ze hebben nu ook lengtematen. Ik heb lengtemaat 32 inch genomen. Ze hadden ook 30 inch en ik geloof ook 34 inch voor de langere dames onder ons. 8 euro staat erop, maar hij was afgeprijsd en ik had hem dit keer voor 4 euro. Dus nou ja, 4 euro voor toch weer een broek erbij. Mooi meegenomen. En het volgende item wat ik heb is dit bondje. Ik heb een jas, die vind ik heel mooi, die draag ik graag. Maar het is een mantel en die sluit niet zo lekker bovenaan. Waardoor ik het al snel koud heb en dan moet ik er een sjaal op doen. En toen zag ik deze. En deze kleur past daar gewoon mooi bij. Dus je doet hem om. Er zitten hier haakjes op. Die klik je in elkaar vast. En dan heb ik toch iets rond mijn nek. En het lijkt net of je bij de jas hoort. Als ik dan ergens binnen ben en het is warm, doe ik hem weer af. 8 euro en ze hadden hem ook in het zwart. En dan heb ik nog een sjaal gekocht. Ook nepbont. Zacht. Deze was 10 euro. En ik vind dit toch wat leuker, wat chiquer staan dan de gewone traditionele sjaal. Het is lekker zacht. Ik kan dit gewoon ook wassen. Kijk nou toch. Verzuipen bijna in, maar dat maakt niet uit, want dat is de bedoeling als je het buiten koud hebt. Dan gaan we door met de accessoires. Ik wil beginnen met deze maillot. Die zag je al in het filmpje met de blazerdress. Die had ik eronder. Ik heb nu maat S&M gekocht. 4,50 euro. 100 denier. Ik dacht, ja, ik wilde toch iets onder hebben en dat het niet doorkijkt. En toen zag ik deze grijze hangen. Maar je kan ook bijvoorbeeld, ik had graag nog een bordeaux rode zoals deze thuis bijvoorbeeld gezien. Die vind ik ook mooi onder die blazer staan. Maar nu heb ik dus deze grijze gekozen. Maar ik ga nog op zoek naar een bordeaux rode. Maar die hadden ze dit keer niet bij de Primark. Dit soort dingen zijn altijd lekker en horen eigenlijk in je basiscollectie. Het is fijn dat het niet doorschijnt. Dat het toch lekker warm is aan je benen. En het kan chic staan bij een outfit. Dan heb ik deze twee panties gekocht. Dit zijn Ultimate Cover Tights. Ze zijn 200 denier, dus dat is heel dik materiaal. Daar heb ik nog een aantal tassen gekocht. In mijn vorige shoplog van de Primark liet ik jullie een zwart handtasje zien. Normaal, ik sleep al jarenlang van die grote handtas. Ik stop er van alles en nog wat in. Dat is op zich heel fijn, want ik heb altijd alles bij de hand. Maar nu ik die kleine een aantal keren heb gebruikt, vind ik het ook wel weer fijn dat er een klein iets aan je handen hangt. Of om je schouder heen bungelt. Ik doe er gewoon van tevoren in wat ik denk die dag nodig te hebben. En zo gaat het toch ook wel. Dus ik wil eigenlijk nu wat meer kleinere handtasje gaan gebruiken. Het eerste wat ik heb gekocht is dit schattige tasje. Dat vind ik echt heel leuk. Hij is, even voor de prijs kijken, weet ik niet uit mijn hoofd. 14 euro. Dit is voor de sier. Je kunt het wel losmaken zodat je er meer in kunt doen. Maar zo red ik het ook wel om erin te kijken. Hij is best nog wel groot van binnen. En er zit nog een heel klein zijvakje waar je mobiel of zo in kunt doen. Maar ik vind het gewoon schattig. Wat ik ook fijn vind is dat je die hengsels eraf kunt halen. Kijk zo, haal ik eraf. Dus dan kan je hem zo vasthouden wat ik denk ga doen. Want ik, dit is zo'n leuk tasje dat ik gewoon in mijn hand wil houden in plaats van om mijn schouder. Maar mocht ik toch een keer om mijn schouder willen hebben, dan doe ik die hengsels er weer aan. Ik vind het chic staan. Ik vind die ring ook leuk. Het zat ook mijn vorige handtasje. Dat ligt ook lekker in de hand. En voor 14 euro doen ze toch een designer tas na. De volgende tas die ik heb gekocht is deze grijze. Chic, chic, chic vind ik dit. Vind ik echt heel mooi. Ze doen al meer designerachtige tassen na. Dat vind ik leuk om te zien. Die designer tassen die zijn natuurlijk prachtig. Heel veel designer tassen zijn prachtig om te zien. Die willen we allemaal wel. Maar 4,
400 euro, soms 1000 euro uitgaan voor een handtas. Ja, dat blijf ik nog waanzin vinden. Als Gaston langskomt met een hoofdprijs van de postcode loterij, dan koop ik er een. Maar ik heb een normale baan. Ik heb meer dingen waar ik rekening mee moet houden. Dus dat vind ik echt te veel. Maar het is toch leuk dat er winkels zoals de Primark zijn die dit soort dingetjes namaken. Van binnen. Er genoeg in. Er zit dus een vakje met een klein vakje in waar je bijvoorbeeld je portemonnee in kunt doen. Aan de voorkant zitten twee aparte vakjes. Weer voor je mobiel of iets dergelijks. Ja, wat nou chic maakt is die ketting natuurlijk. Die is ingevlochten. Met dat grijze. En hier is een hengsel. Die je kunt gebruiken. Kun je hem op je schouder hangen. Hij is net iets groter dan die hele kleine tasjes die ze hebben. Waardoor je er toch weer wat meer in kunt doen. En ik vind het gewoon een hele mooie kleur die je bij heel veel dingen kunt combineren. Dan heb ik ook deze zwarte tas gekocht. Deze is soortgelijk. Maar kijk het verschil. Dit is dus het verschil in grootte. En deze was 16 euro. Deze is 14 euro. Het is dus een maatje kleiner dan de vorige. Maar vind ik ook weer chique ogen met slangenmotief aan de voorkant. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En dan van binnen. Dus hier zit aan de voorkant geen vakje voor je mobiel. Maar die kun je natuurlijk ook gewoon in doen. Maar hier wel weer een vakje. Voor bijvoorbeeld pasjes. Je portemonnee is denk ik net iets te klein voor. Maar die kan ook weer hierin. En ik hoop dat ze ermee doorgaan. Dat ze van die chicere tassen maken. Want ik vind het hartstikke leuk. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie leuke dingetjes voorbij hebben zien komen. En graag tot de volgende keer. Fijne dag. Doei!